wil eigenlijk gewoon maar meteen beginnen. Hè? Want daar komen we allemaal allemaal voor. Jothijs van Galen van BAM Infra, verantwoordelijk voor BIM. Die zal jullie meenemen vanuit het perspectief van BAM Infra. En Hester van der Voort, zij is van Rijkswaterstaat. En zal ook vanuit haar perspectief als opdrachtgever van BAM Infra vertellen wat haar kijk is op de digitalisering en BIM met name. En dan ontspint zich het programma vanzelf wel. Jothijs, ja. Wil jij ons eens meenemen vanuit jouw perspectief? Zeker. Ga je gang. Ik ben goed verstaanbaar. Ja. Mijn naam is Jothijs van Galen. Ik ben verantwoordelijk voor het BIM-programma binnen BAM Infra. En ik ga jullie meenemen rondom de trends, maatschappelijke trends, maar ook technologische trends die we op het gebied van digitalisering zien. En ik zal ook een praktijkvoorbeeld laten zien van een project waarin we ook duidelijk laten zien hoe we de verbinding met onze opdrachtgever, in dit geval Rijkswaterstaat, maken, een van onze belangrijkste klanten. Ik begin even met ik moet even wennen aan deze. Even kijken. Ja, een stelling. En die hier luidt: Nederland is koploper in digitalisering in de bouw. En het antwoord kan zijn: Nederland loopt voorop of we lopen niet voorop. Ja. Wat is het op uw antwoord? Zijn wij koploper op het gebied van digitalisering? Ja, ik weet het niet. We lopen niet voorop, is de tendens. Maar kijk, daar komt iets binnen. Een aantal koplopers. Welkom, schuif aan. Goed dat jullie er zijn. Als jullie willen inloggen op menti.com en de code invullen, kun je zo nog meedoen in het programma. We lopen niet voorop. Dat is eigenlijk de teneur. Wie zegt we lopen niet voorop? Ja, u zegt wij lopen niet voorop. Of u denkt wij lopen niet voorop. Wat maakt dat u dat denkt? Nou ja, ik houd behoorlijk in de gaten. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de algemene strategie die bijvoorbeeld de UK volgt. Dan denk ik dat we daar toch nog wel een stukje op achterlopen. Ja. Heb je daar in de praktijk ook mee te maken? Dat je zegt, verhip, we lopen wellicht toch ook achter? Mijn achtergrond is utiliteitsbouw. Dan vind ik sowieso dat we daar wat voorop lopen ten opzichte van de infra. Maar goed, we zijn wel goed bezig. Dus als we zo doorgaan, dan staan we over 2 jaar wel aan de linkerkant. Oké, we zijn wel bezig met een inhaalslag te maken. En wie zegt van, Nederland loopt voorop of heeft het idee dat we voorop lopen? Wie zegt dat? We kunnen niet zeggen dat niemand het is, want er is gestemd. Dus we kunnen het allemaal terugvinden op deze computer, wie het gedaan heeft. We zijn goed bezig, laat ik het zo zeggen. En het is de vraag wat digitalisering is. Hè? Wat is het wat u betreft? Nou, BIM. Hè? En wat doe je dan in BIM? En die vraag van jou stellen, moet je je stellen. En dan doen we het niet slecht. Dat blijkt uit het onderzoek. En weet iedereen in het huis wat BIM dan is? Want daar gaan we dan maar even gevoeglijk van uit. Is iemand die zegt, ik heb wel een idee, maar ik weet niet helemaal precies hoe het zit? We zijn onder elkaar. Bimmers. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. Maar Jothijs, wat is het antwoord in deze? Mondeling, ik denk dat wij als Nederland, en zeker in de infrasector, internationaal behoorlijke stappen zetten. Zeker in de samenwerking met Rijkswaterstaat. Waar zit het hem vooral in bij digitalisering? Het gaat ook om het juiste gebruik van data. Data die waardevol is voor onze opdrachtgevers, voor asset management doeleinden, zodat de functionaliteit van de weg en infrastructureel werk optimaal is. Ik denk dat Rijkswaterstaat daar op Europees niveau absoluut in de kopgroep van Europa zit. Dat betekent ook, op het moment dat je de focus legt op data, informatie, dat je dat ook intern in je bedrijfsvoering als adviseur of als aannemer beter gaat organiseren. Dus ik denk dat wij kunnen als Nederland, zeker als infrasector, kunnen stellen dat wij in de Europese kopgroep zitten. Samen met de Britten. En ik denk ook dat we die ingeslagen weg voort moeten zetten. Omdat we dan beter onze bedrijfsvoering vanuit aannemerszijde nog kunnen verbeteren. Meerwaarde kunnen creëren in onze klanten. Maar ook ervoor zorgen dat onze infrastructurele objecten duurzaam op een goede manier beheren en onderhouden kunnen worden. En hebben we het dan echt puur over BIM? Of is het dan net iets breder?
dan alleen maar BIM? Er zijn allerlei definities. BIM is Building Information Modeling. Mm-hmm. Als je het hebt over de Britse insteek, de Britse definitie, dan gaat het niet alleen over het modelleren, maar gaat het ook over hoe ga je om met data. En dat totale pakketje noemen wij in Nederland BIM, samen met Rijkswaterstaat. Goed, helder. Ja. Een collega over Europese ontwikkeling zal daar straks ook nog iets meer over vertellen. Ik heb me voorgesteld waar ik op inga, deze drie onderwerpen. Waarbij we maatschappelijk zien we een aantal belangrijke aspecten, namelijk de klanten, de eindgebruiker centraal. We zien ontwikkeling van smart cities, zien we een steeds grotere vlucht nemen. Het belang van dataveiligheid is cruciaal. De projecten worden steeds complexer en integraler, in Nederland, maar ook daarbuiten. Een belangrijk punt waar ik ook op in zal gaan is hoe gaan we om met de keten. En in het bijzonder ook het MKB. En tot slot ook, als het gaat over maatschappelijke ontwikkeling, de internationale samenwerking, met name binnen de Europese Unie. Als het gaat om technische aspecten, zijn dit de punten die ik zal aanstippen. Het belang van data, maar ook connectiviteitsvraagstukken, het gebruik van platforms. Hoe gaan we om met digitale en modulaire bouw? En tot slot de asset management kant, waar het uiteindelijk om draait, de goede performance van het infrastructurele werk. Maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Dit is een BAM-project, dat is een voetbalstadion in Leeds, waarbij vanuit de duurzaamheidsfilosofie heel sterk ingezet is op BIM, op digitale bouw. Dat heeft geleid tot nagenoeg of geen veiligheidsprobleem, omdat het project eerst helemaal virtueel en helemaal digitaal gebouwd is. Het heeft geleid tot 8% besparing op energieverbruik, brandstoffen, omdat men in de ontwikkeling van het concept ook daar naar dat soort vraagstukken heeft gekeken als het gaat om logistiek. Hoe bouw je het, maar hoe zorg je ook voor de aan- en afvoer van je materiaal, je equipment, et cetera. Maar ook de emissies van bepaald materieel. Er is ook echt goed naar gekeken in de simulaties. Welke materieel gebruik ik? En welke is het meest duur, leidt tot het minste CO2-uitstoot. Dus je ziet in de projecten binnen BAM dat vanuit die duurzaamheidsfilosofie, vanuit die maatschappelijke benadering, klantcentraal, maar ook de ecologische footprint, dat we met digitalisering behoorlijke stappen zetten. Een andere ontwikkeling is ook de smart cities. Als je het hebt over BIM, dan hebben we het vaak over een project. En wat je nu ziet, echt dat we meer gaan ook naar stedelijke ontwikkeling en het handige en slim gebruik van data op meerdere terreinen. De mogelijkheden van sensoren nemen toe, ook de mogelijkheden van dataopslag, waardoor we beter in staat zijn data-analyses uit te voeren. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld het beheer van afvalbakken in de stad, dat op het moment dat zo'n bak vol is, dat een signaal gegeven wordt naar een computer en dat ding geleegd wordt. Maar ook als het gaat om dynamische verkeerssystemen, verkeersmanagement vraagstukken, ook op computer in de auto's komen steeds meer technologie. En in die interface zien we ook dat we veel meer met data kunnen doen om ervoor te zorgen uiteindelijk dat steden leefbaarder worden, duurzamer worden door het gebruik van slim gebruik van data en data-analyses. Dit is nu een vrij abstract vraagstuk, maar de verwachting is dat het de komende jaren concretiseerd gaat worden. En ik denk ook dat we als Nederlandse sector daar ook heel veel in kunnen gaan doen. Dit soort in deltagebieden waar ook waterstaatkundige vraagstukken spelen, daar kunnen we nog veel meer mee doen. En dat is ook een thema wat voor BAM ook voor de komende jaren van ongelooflijk belang is. Omdat niet alleen vanuit Nederland, maar met onze bedrijven binnen BAM in UK, in Duitsland verder op te pakken. Betekent dat dan ook dat er ook steeds meer integraal gewerkt moet worden, ook binnen BAM, maar ook met opdrachtgever en opdrachtgevers? Zeker met opdrachtgevers en eigenlijk de eindgebruiker, de consument of degene die daar woont. En als het heeft over samenwerking, hier ziet u inderdaad de samenwerking binnen BAM. BAM kan totaalconcepten aanbieden als het gaat over infrastructuur, maar ook woonconcepten, et cetera.
Wat we ook zien is, ik noemde al het punt van er is steeds meer mogelijk rondom data en dataopslag. Maar het vraagstuk van hoe gaan we om met dataveiligheid, ook in relatie tot privacy regelgeving, dat is ook een heel belangrijk vraagstuk aan het worden. Het antwoord daarop hebben we nog niet volledig. Als je het hebt over de Europese BIM-standaarden en met name de British Standard, die heeft daar een aantal richtlijnen voor, hoe je daarmee moet omgaan. Maar het is wel een belangrijk aspect van meer is mogelijk, alles wordt toegankelijker en transparanter, maar hoe gaan we om met onze data, hoe zorgen we ervoor dat dat veilig is en dat het niet misbruikt wordt. Dat zijn hele belangrijke vraagstukken voor de komende jaren. Zeker in het kader van smart cities. Nu eentje wat meer dicht bij huis, dicht bij de praktijk. Die we nu zien in de projecten die we nu als BAM uitvoeren, maar die ook komende jaren in uitvoering gaan. Zowel in binnen als in binnenland Nederland, maar ook buiten Nederland. We zien dat projecten steeds complexer en multidisciplinairder worden. En complexer in de zin van bouwen in binnenstedelijk gebied. Zoals steden als Londen, Amsterdam, Berlijn, Brussel, landen waar BAM actief is, waarbij overlast en hinder niet acceptabel is. Dat willen wij ook tot een minimum reduceren. We zien ook dat die projecten veel meer, niet alleen technisch, maar ook een veel bredere context krijgen in de zin van hoe zorgen we ervoor dat de omgeving erbij betrokken is en wellicht ook en dus ook met creatieve oplossingen komen, maar hoe zorgen we er ook voor dat er zo min mogelijk eigenlijk geen overlast is voor in de stad. Dat is, dat gaat zeker de goede kant op. Maar ook daar kunnen we nog veel meer doen met de digitale technieken die er nu zijn en die ook in de toekomst verder ontwikkeld worden. En wat u links ziet is Thames Tideway Tunnel. Dat is in Londen waar BAM momenteel een grote hoofdriool aanlegt in het, onder de Thames. Daar zijn hele strenge eisen ook als het gaat om omgevingshinder. Onder Victoria Station in Londen, in het centrum van Londen waar wij een metrostation uitbreiden. En rechtsboven, dat is een prachtig Nederlands werk, de bouw van de zeesluis IJmuiden. Waar we bouwen, maar de beschikbaarheid voor het scheepvaartverkeer moet gegarandeerd blijven. Een thema wat we niet moeten onderschatten om die digitaliseringsslag te maken. En ik wil benadrukken, BAM staat er niet alleen voor, het is de hele sector. En dat is hoe ga je om met ketenintegratie. Hoe zorgen we ervoor dat het MKB mee blijft doen? Dat het MKB ook aansluiting vindt. Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste data aanleveren aan onze opdrachtgever, aan onze eindgebruikers? En daar hebben we de nodige uitdaging in. Want op het moment dat we dat niet goed doen, dan komt de hele digitaliseringsslag zal vertraagd worden. Dit is een vraagstuk wat zeker in Engeland, maar ook in Nederland als echt een van de topprioriteiten is om ervoor te zorgen dat we dat borgen door middel van opleidingsprogramma's, maar ook door puur in een project van tevoren afspraken te maken op welk niveau zit iedereen en zorgen voor dat je met elkaar samenwerkt en elkaar op het juiste niveau brengt. Het is een absoluut speerpunt in het BIM-programma van BAM Infra. En ik heb nu daarover een stelling, als het goed is. Of een vraag. En de vraag is, welke aanbevelingen heeft u om het MKB nog beter in de digitaliseringsslag te betrekken? Waarbij ik hier niet wil zeggen van het MKB die heeft het niveau niet. Maar we zien dat we daar nog wat meer moeten doen. Wij hebben als BAM ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van het MKB om daarin samen op te trekken. Ja. Wat natuurlijk een hele andere manier van werken is, waarin je elkaar ook een beetje als concurrenten zit te bekijken. Ja. Dus die discussie hoeven we niet meer te voeren, maar de vraag is meer hoe kunnen we dat MKB, hoe kunnen we daarin gezamenlijk optrekken? Welke suggesties heeft u daarvoor? Ja, correct. Een netwerk opbouwen. Bijeenkomsten organiseren voor de branche. Ja. Schrijft u ondertussen rustig door. Dan wie had die branchebijeenkomsten? Ja. Wat stelt u zich daarbij voor? Of wat zou daar aan bod moeten komen?
Ik zou erbij voorstellen dat je de partijen uitnodigt die het ook daadwerkelijk doen. Dus heel vaak wordt er op een bepaald niveau met elkaar over gesproken. Maar plaats ook de mensen bij elkaar die daadwerkelijk elke dag met BIM bezig zijn. En laat daar de goede ideeën ontstaan. En laat hen weer de bedrijven inspireren om ook daadwerkelijk tot een ander niveau te brengen. Een soort estafette waarin je eigenlijk stokje doorgeeft, die kennis overdraagt en deelt. Dus dat die kennis moet dan ook opengesteld worden. Transparant informeren sluit daar misschien ook op aan. Wie had dat aangegeven? U? Wat bedoelt u daarmee? Ja, het is voor mij inzichtelijk, we hebben veel met data te doen, camerabewaking en zoiets. En wat die mensen denken, op dit moment veel onzekerheid en veel data komt samen. Wat maken jullie met de data? Dat is daarom, denk ik, moeten wij elkaar informeren, transparant uitleggen, toelichten. Ja, u zegt eigenlijk, door de digitalisering komt er ook steeds meer informatie vrij. Van wie is die informatie dan? Hè? Wie beheert dat dan? En wordt die informatie dan ook vrijgegeven? En u zegt eigenlijk van, en hoe, ja, dat moet je dan ook met elkaar delen. Wie wil zijn of haar dat vroeg betrekken? Dat staat er al eigenlijk, dat komt al heel... Wie had dat? Wie ondersteunt dat? Vroeg betrekken? Martijn? Ja, ik ben er heilig van overtuigd dat als je hier dus een slag verder in wil komen, dat je alle partijen die in die keten überhaupt betrokken zijn, dat je die vanaf het allereerste begin erbij moet halen. Zelfs al vanaf het zoeken naar de vraag achter de vraag bij de vraag die de klant stelt. En heb je het dan heb je het nog niet eens zozeer over het bouwproces specifiek of eigenlijk nog eerder? Ja, precies. Dus zeg maar vroegtijdig betrekken, daar kun je voordeel juist bij halen als je die al bij het ontwerpproces haalt of eigenlijk al bij het denkproces om het zoeken van naar die oplossing. Daar moet je alle partijen al aan tafel hebben. En in de bouw is het best traditioneel door te zeggen van, nou, we gaan eerst ontwerpen en daarna gaan we eens lekker inkopen. Nou, dat is gewoon echt doodlopende route in mijn optiek. Utijs, wil je eens reageren op datgene wat er zo gezegd wordt en wat je ziet? Ja, het vroegtijdig betrekken, dat is een heel belangrijk aspect. Dat zien we ook in onze huidige projecten binnen BAM Infra. Van tevoren afspraken maken, verwachtingen helder maken en ook aangeven naar welke training en ondersteuning nodig is. Ik denk ook dat het er zeker om gaat dat je meer naar strategisch partnering gaat. Dus dat je ook echt gaat kijken van, niet van ja, wie is het goedkoopst, maar wie kan het beste waarde leveren in de keten. En dat je op basis daarvan langdurige relaties met collega-bedrijven aangaat. En inderdaad het ook opzoeken van de klant daarin. Even kijken, de branchebijeenkomsten, standaardisatie, ik denk dat is ook iets wat belangrijk is. Je ziet toch vaak, we zijn elke keer weer het nieuwe wiel opnieuw aan het uitvinden. En als je kijkt naar andere sectoren als de vliegtuigindustrie, auto-industrie, dat is inderdaad seriële bouw. Maar je zou toch veel meer ook naar standaarden qua werkvormen kunnen kijken dan wel standaarden qua modulaire bouw, et cetera, waar ik straks ook nog iets over zal vertellen. Maar ik denk dat hier een aantal hele belangrijke en waardevolle aanbevelingen zitten die in ieder van ons kan meenemen naar huis straks. Nou, wat mij vooral treft, dat vind ik dan toch maar even een waarneming vanaf de zijkant, is dat het eigenlijk gewoon heel erg het openstellen is van de kennis die je hebt, zonder dat je bij voorbaat weet van daar gaan we bij wijze van spreken ook geld aan verdienen of worden we beter van. Ja. Maar überhaupt het openstellen en samen daar dingen in aangaan is volgens mij wel ook een mindset die anders is in ieder geval. Ja, en als je het hebt over openstellen, transparantie, dat is ook wat Rijkswaterstaat vraagt. Die willen ook meekijken hoe wij bouwen. Dat betekent ook dat je transparant moet zijn, open en eerlijk moet zijn in wat je doet. En dus ook toegankelijkheid ten aanzien van data, standaarden, et cetera. En inderdaad, een hele belangrijke conclusie dat... ik moet nu naar de sheets. Sorry. Next. Ja, en dit juichen we als BAM enorm toe. Internationale samenwerking. Nederland is een handelsland. Er is een hoop werk te doen in de inframarkt in Nederland, maar ook zeker daarbuiten in Europa. En
ook buiten Europa. En wat wij ook echt heel duidelijk zien is dat er ook aan de opdrachtgeverszijde, als het gaat om digitalisering, dat dat ook echt een speerpunt is in het beleid van de nationale overheden binnen de Europese Unie. En mijn collega van Rijkswaterstaat zal er straks iets meer over vertellen, maar binnenkort wordt een Europees handboek ten aanzien van BIM gelanceerd, waarin wat meer eenduidigheid ook wordt gecreëerd als het gaat over digitalisering in de inframarkt. En als Koninklijke BAM Groep vinden we dat heel belangrijk, omdat wij niet alleen in Nederland werken, maar ook daarbuiten. En het maakt handel en samenwerken over de landsgrenzen veel en veel beter en efficiënter. Tot zover een stuk over de maatschappelijke trends en ontwikkelingen die ik zie vanuit de omgeving om ons heen, vanuit de overheden, vanuit de samenleving, steden die we zien. Ik wil nu ingaan op wat meer de technologische kant en trends en ontwikkelingen die we daarin zien. En dan begin ik wederom weer met een Mentimeter. Ja. En die luidt: over 5 jaar zijn er geen tekeningen meer op de bouwplaats. Wat is daarop uw antwoord? Over 5 jaar nog steeds papier of over 5 jaar geen papier meer? De reacties vanuit de zaal. En dan gaan we ervan uit dat er de iPads en andere voor in de plaats komen, hè? Ja, de data, uiteraard informatie op de bouwplaats, maar de tekening die... Geen papier meer. Met een gegeven moment beginnen in dit geval toch nog even bij de mensen die overtuigd zijn van ja, maar er is toch nog steeds papier. Wie zegt dat? Ja, u? Ja, u zegt het ook met een zekere stelligheid volgens mij. Jawel, jawel, want ik geloof wel dat er op termijn steeds minder papier komt. Maar 5 jaar is een veel te korte termijn. Want waarom bent u daarvan overtuigd? Nou, omdat je praat over hele generaties mensen die we opgevoed hebben met papier. En die zullen gewoon nog steeds over 5 jaar hun werk doen. En die zijn we wel langzaam aan het meenemen, maar... Dat heeft een langere adem nodig dan 5 jaar. Oké, en dat zit er met name zeg maar, op de mensen die er uiteindelijk mee moeten werken, zegt u? Ja, dat denk ik wel, want die machine die doet gewoon wat die doet. En er zijn heel veel machines die gevoed worden met modellen. Dus dat is allemaal een hele goede ontwikkeling. Maar uiteindelijk als er mensen aan te pas komen, dan hebben die gewoon dat houvast nog nodig. Ja. Maar als je zegt over 20 jaar, dan weet ik het. Dan weet u het niet. Misschien wel goed opgevoed. Ja. En even kijken wie zegt, nou, nee hoor, dat is de grote meerderheid. Die zegt, nou, dat papier dat is weg over 5 jaar. Ja, wat maak je zo overtuigd? Nou, je ziet nu al in de dagelijkse praktijk dat digitalisering heel snel buiten omarmd wordt. En zelfs voor de oudere werknemers, dat die gewoon begeleid worden door de jongeren. Dat nou is de rol. Nee, ik ga even naar achteren, niet naar mijn collega Martijn. Ja, dus ik denk wel dat... Ik denk dat er heel veel te winnen valt. Dat je de jongere medewerker, de ouderen is het opleiden. En men er ook voordeel van in ziet. En technologie is prachtig op het moment dat het makkelijk toepasbaar is. En dat gaat steeds makkelijker, steeds beter. Even kijken, wie zijn de studenten in de zaal? Even naar jou. Werk jij überhaupt nog met papier of alleen maar digitaal? Wij werken zeker nog met papier. Ik had ook ingevuld dat er nog steeds papier is. Want ik denk de jongens en meisjes die nu beginnen, die beginnen ook nog steeds weer met papier. Dus er moet dan meer worden ingezet op de digitale trend in de opleiding al. Ja. Dus als je zegt van nou, als we die kant op moeten, dan zal er ook binnen het onderwijs wat dat betreft ook nog meer aandacht voor moeten zijn. Ja, oké. Ja. Ik denk dat er 1 ding aan toegevoegd kan worden, dat er per branche dat er ook verschillen zijn. Ja. Information modeling, dat betekent al informatie delen met iedereen die in het proces aanhaakt. Ja. En als je dan in bepaalde branches kijkt, dan wordt er heel veel gebruik gemaakt van onderaannemers. Mm-hmm. En die onderaannemers, die zouden ook meegenomen moeten worden. En als je kijkt in de telecom, heb je kleine onderaannemertjes in een project soms wel 10 of 20. Mm-hmm. En die zouden dan ook mee moeten gaan. Ja. En dat zou ook wel eens een belemmering kunnen zijn. Okay. Ja. Dus je hebt ook als een partij als BAM in dit geval, hè, laten we het maar in... De hand maar in eigen boezem steken, hebben we ook een verantwoordelijkheid naar de onderaannemers waarmee we werken, om die daarin ook mee te nemen. Wil je eens reageren op wat er zo voorbij komt? Nou ja, om het laatste punt sluit goed aan bij waar we de discussie van zojuist.
Ik zou niet willen spreken in termen van onderaan nemen, maar in termen van partnering. Dat is echt cruciaal, willen we die digitaliseringsslag maken. Inderdaad, als we er in onvoldoende mate in slagen om onze partners mee te nemen, dan zal de tekening nog steeds nodig zijn. En ik denk ook dat een tekening aan zich nog wel gemaakt zal worden. Alleen het echte papierwerk, dat zal gaan verdwijnen. En ik denk het goed is om dat even te illustreren aan de hand van de volgende sheet. Ja. Dan doe ik dit even zo. Dit is de focus en eigenlijk in Janneke taal uitgelegd hoe BAM aankijkt tegen het hele digitaliseringsvraagstuk van onze infrawerken. Wat wij eigenlijk over drie jaar toch al zouden willen zien is dat we eerst een project, ik weet niet of ik kan aanwijzen, maar eerst een project compleet digitaal hebben voorbereid, hebben gebouwd. Niet alleen ontwerp aanwezig, maar ook de gebruiker aanwezig, weer een onderhoudskant aanwezig, werkvoorbereid, et cetera. Dan gaan we naar buiten met de 3D-modellen. En wat houdt in als we naar buiten gaan met de 3D-modellen? Inderdaad, op een iPad, maar het kan ook zijn met een USB-stick of met een database voor een machine die de productie aanstuurt. Of het modulair buiten in één keer in elkaar zetten, wat je modulair hebt geïngineerd. Om dan vervolgens het digitaal ook op te leveren. Vooral digitaal. Ook onze opdrachtgevers vragen dat gewoon van ons. Door middel van point cloud scans, et cetera. En uiteindelijk heb je dan weer een onderhoud aan de hand van je 3D-modellen. Niet alleen je 3D-modellen. Wat steeds meer belangrijk wordt, is het gebruik van data. Dat is de oranje lijn die we hier zien. Als je een tekening hebt, een tekening kan van alles en nog wat opstaan. Maar ja, het is een document. En wat je eigenlijk wil, is dat je data levert waar iemand wat mee kan. Je kan bouwen of kan beheren en onderhouden. Als ik kijk nu naar de huidige ontwikkelingen die we binnen BAM Infra zien. En ook binnen BAM breed. Dan verwacht ik dat over 5 jaar we geen papier meer op de bouwplaats hebben. Wel, dat betekent dat er wel een uitdaging ligt om onze de oudere werknemers, waar heel veel vakmanschap zit, en vergis je niet, dat is cruciaal, maar dat vakmanschap willen we juist hier naar binnen brengen, dus dat die vakmensen binnen meer hun vak gaan beoefenen, maar dat we, en de jonge generatie die met iPads, mijn zoon van 7, ja, die kan beter met een iPad werken dan ik, maar ik zeg niet mijn zoon van 7 dat hij morgen naar de bouw moet, maar dat we juist die generaties aan elkaar weten koppelen en ook weten samen te werken met MKB-bedrijven. Ik denk als we dat doen, dan maken we die stap zeker. En het gaat harder dan je denkt. Ik dacht dat dit als het gaat over data en het gebruik van data. Dit is een project, Tanzania Airport, waar BAM Infra ook bij betrokken is. Waarbij een project eerst helemaal virtueel gebouwd wordt. Aan de hand van 3D-modellen, maar waarbij we ook de data, de planningsdata koppelen aan de modellen. En waarmee we in staat zijn om het project eerst helemaal qua planning ook volledig te optimaliseren. En met als gevolg dat we dus zo'n project eerder opleveren dan gewenst. Maar hier zie je al de ontwikkeling in de praktijk van BAM Infra, dus een plaats van 3 maanden geleden. Waarmee we dus door handig gebruik te maken van ontwerpdata en planningsdata ook stappen kunnen zetten in het optimaliseren van ons bouwproces. Hoe beheer je die data? Nog even aansluitend ook op de opmerking die meneer hier net maakte. Van, ga je dit allemaal openzetten? Deel je dit? Waar haal je het vandaan ook misschien? Elke discipline is verantwoordelijk voor het leveren van zijn eigen data. Het kan een objectenbibliotheek zijn, het kunnen kostdata zijn. Dus dat betekent dat je heel goed aandacht moet besteden aan de technische kant van dataopslag, common data environment, data service, cloud oplossingen. Je ziet steeds meer cloud oplossingen komen, dus dat je je data daarin opslaat. Mm. Ja. Technologische trends, als het gaat over echt die connectiviteit, dat zie je bij ons binnen BAM Infra. Telecom en water heel sterk opkomen. Voor Alliander plaatsen wij heel veel slimme meters. Dus sensortechnologie die we in woningen plaatsen. Waarmee we ook bijdrage leveren in vermindering van energiegebruik in woningen. En deze ontwikkeling, als het gaat over connectiviteit, sensoren, richting beheer en onderhoud van wegen, zullen we steeds meer zien. Zodat we ook op een hele kostenefficiënte, maar vooral ook een manier onze assets, die wij als BAM Infra ook beheren, kunnen aansturen. En dan gaat het om dat je continuïteit in die performance van je oplossingen biedt. Dus de beschikbaarheid van de weg, ervoor zorgen dat de woning continu warm is. De klant die vraagt steeds meer om, en de weggebruiker, om beschikbaarheid van diensten.
platforms. Dit is een voorbeeld van aan de woningkant. Met name daar zie je platforms opkomen waarbij er concepten, virtuele concepten worden aangeboden aan gebruikers, een potentiële huizenkoper. En waarmee je als het ware ook je huis, zelfs tot je huisinrichting, steeds meer naar eigen inzicht kan gaan samenstellen. Die slag richting infra, die gaan we ook wel maken. Maar je ziet het in ieder geval aan de woningkant binnen BAM, zie je dat opkomt. En platforms waarbij ook de toeleveranciers ook aanwezig zijn en hun creativiteit in oplossingen kunnen aanbieden. Ontwikkeling die is nog net iets dichterbij. Dat gaat er over digitale en modulaire bouw. In feite dat je meer gaat naar standaardisatie. De standaardisatie van ontwerpen. Dus dat je de variatie gaat verminderen, maar dat je kiest voor een aantal basisconcepten. Dat kan schijn viaducten of wat dan ook. En dat je het uiteindelijk buiten in één keer neerzet. Geprefabriceerd enerzijds. Maar wat we ook zien, en we werken momenteel met de TU Eindhoven samen, als het gaat over 3D-printen. Waarbij we robotica, 3D-printing naar de bouwplaats gaan brengen. Dat heeft als gevolg dat we voorspelbaarder project kunnen bouwen. Maar we zien ook dat het een bijdrage kan leveren aan een stuk veiligheidsverbetering. Maar 3D-printontwikkeling in betonconstructies in de infra, dat staat in de kinderschoenen. En we zijn ook een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit Eindhoven om daar stappen in te zetten. En eigenlijk, wat je hier dus ook ziet, is dat het accent dus verschuift van fysieke wereld buiten bouwen naar binnen bouwen. Dus ook als aannemersbedrijf zie je dat we daar dus meer daarop inzetten. En het vervolgens in één keer goed buiten neerzetten en weer in onderhouden. Dit zijn een aantal projecten die we momenteel hebben aangenomen en richting de uitvoering zijn dan wel die richting uitvoeringsfase gaan. Rechtsboven is Fehmarnbelttunnel, daarachter een mooie poster, langs de weg en spoortunnel ter wereld. Een tunnel tussen Poetkarden en Reutbyhaven. Nou ja, dan moeten we 200 tunnelelementen bijvoorbeeld bouwen. Dan ga je toch ook wel denken aan bouwprocesoptimalisatie en modulaire bouw. Dus ook die gedachte, met die gedachte in het achterhoofd gaan we ook dat werk uitvoeren. Hier rechtsonder, daar ziet u Rotterdamse Baan. De Rotterdamse Baan is een tunnelproject bij Den Haag wat we hebben aangenomen. En als u daar nu naar de keet gaat, dan zal u zien dat het hele team compleet in die virtuele omgeving werkt. En het project eigenlijk helemaal digitaal gebouwd gaat worden. Niet alleen vanuit het perspectief civil engineering, maar ook installateurs. Iedereen is daarbij betrokken. En wij verwachten, en als we kijken naar de Sluis-Kiltunnel, waar we een paar jaar geleden de eerste stap op BIM hebben gezet, waar we in staat om het werk eerder op te leveren, mede door BIM, dat dit ook een groot succes wordt. Hieronder het plaatje, als het gaat over iPad-gebruik, modellen gaan nu naar de bouwplaats. En mensen zijn er heel blij mee, die zien precies wat ze die dag moeten doen. En je kunt er tekeningen uithalen, et cetera, wat je wil. Maar ook de iPad gaat steeds meer zie je verschijnen op de bouwplaats. Waardoor je ook gewoon de modulaire concepten zo op het scherm kunt toveren. En dan weten ze precies wat ze dan buiten moeten doen nu. En uiteindelijk koppelen wij onze financiële systemen, dashboards en alles aan onze virtuele bouwplaatsen. We zien ook ontwikkelingen als het gaat over brillen, augmented reality, touchtables. Het helpt ons om onze opdrachtgevers en onze teamleden meer mee te nemen in het ontwerp wat we maken. Geeft inzicht en we verwachten dat deze trend zich doorzet. Het bouwproces zal aangepast worden. We zullen zien dat de digitale vormen die mogelijk zijn nu, dat het leidt tot een andere manier van samenwerken. Dus het gaat niet om het digitaliseren van het traditionele bouwproces, maar ook om het eigenlijk op een hele nieuwe manier van digitaal samenwerken. Integraal en multidisciplinair. En dat betekent, ik ga niet in detail op deze sheet in, maar dat betekent in feite meer integrale teams en op die manier tot een optimaal concept komen. Dus van serieel naar parallels werken en het juiste concept weten te vinden. Het belangrijke aspect is en blijft ook het trainen van mensen. Binnen BAM sturen wij ook wel eens onze collega's naar Engeland om daar ervaring op te doen en andersom. En dat is buitengewoon waardevol.
Zeker als de specialisten onderling kennis en ervaring uitwisselen, zien we dat we digitalisering binnen BAM verder kunnen versnellen over de landsgrenzen heen en in het land zelf. Hier ziet u een voorbeeld van een project in Engeland, Chiswick Bridge, waarbij gebruik gemaakt is van point cloud scans. Dat was een renovatie van een oude brug over de Thames. Point cloud scans zijn gebruikt, aan de hand daarvan is de brug gerenoveerd. En er is vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van 3D-modellen buiten. En uiteindelijk heeft de opdrachtgever, daar gaat het uiteindelijk om, een compleet as-built model in 3D gekregen met alle relevante data. Dus we zien daar hier al de slag binnen BAM, binnen de infrakant, de slag maken van het gebruik van 3D-modellen tot en met beheer en onderhoud. Laatste 2-3 slides. Dat is praktijkvoorbeeld OpenEI. Dan maak ik gelijk de verbinding naar onze opdrachtgever, onze belangrijkste klant, Rijkswaterstaat. OpenEI, momenteel een project wat BAM samen met Volker uitvoert. Een groot project, de grootste zeesluis in de wereld. Hier ziet u een plaatje van de virtuele bouwput, waarbij 80 modelleurs daarin samenwerken, waaronder ook de deursupplier in Korea. Hier zien we dus geen tekeningen, maar echt modellen gebruiken, elke week laten zien wat de voortgang is, knelpunten oplossen, zodat we, en dan zie je ook dat we knelpunten door middel van dit soort technologieën nu voor aan de voorkant kunnen oplossen en niet buiten, want dan ben je veel te laat. En qua tijdwinst, wat kan je daar een inschatting van geven? Nou, qua tijdwinst, ik denk om eerlijk te zijn, je ziet dat we meer tijd binnen besteden, mm-hmm, maar minder tijd buiten. Ja, ja. En daar komt bij, en dus eerder kunnen mogelijk, zou daarmee in staat kunnen zijn om eerder op te leveren. Om de reden op het moment dat je buiten in de vertraging komt, omdat het misgaat, gaat het niet omdat dat aspect misgaat, maar de hele trein erachter komt ook in de vertraging. En dan ga je optimaliseren en weet ik het allemaal wat, en dan ben je naar dan ga je. Ja. Dus dat geeft niet, want binnen meer tijd, eerst bezint, eer je begint. Ja. Nou, het gebruik van 3D-modellen aan de praktische kant, maar Rijkswaterstaat en wij intern ook zorgen ervoor dat we ook onze data en onze relevante informatiestromen op orde hebben. We hebben dus ook een complete IT-omgeving en een datastructuur, hoe wij onze data intern binnen het project beheersen en ook hoe we dat aan onze opdrachtgevers op een adequate en correcte manier overdragen. Want onze opdrachtgever vraagt geen papier meer, die vraagt om data. Data wat ze nodig hebben voor het beheer en onderhoud van het werk. Als ik dan even recapituleer over wat we dan in de afgelopen jaren hebben bereikt en ik nu een standopname maak, dan zien we dat de 3D-tekeningen binnen BAM is getransformeerd tot een 3D-model met daaraan gekoppeld data. Dat we zien dat we echt minder tekenwerk maken. Dat wordt steeds minder. Ik zie het ook in de afdeling, binnen de afdeling waar ik leiding aan geef. Maar we zien ook dat we projecten voorspelbaarder kunnen uitvoeren. En dat de performance van systemen daar ook verbetert. Als we het hebben over tunneltechnische installaties, van tevoren helemaal optimaliseert, dan is het in de gebruiksfase, werkt het ook allemaal beter. En het allerbelangrijkste misschien is ook, het helpt ons ook om onze opdrachtgevers, onze klanten bij te betrekken. Trekt die aan de voorkant, en zodat hij, nog eventueel opmerking kan geven als het anders moet. Kortom, BAM gaat de uitdagingen ook aan. Als het gaat over die maatschappelijke trends, als het gaat ook om de technologische uitdagingen die er zijn, die we als samen met onze partners en ook opdrachtgever verder zullen vorm gaan geven. En ik dank u voor uw aandacht voor deze presentatie. En ik vraag me even af, hebben we nog tijd voor... Ik kijk even naar de klok. Nou, ik stel voor naar Hester van der Voort over te schakelen. Oké, okay, dank u wel. Live. Dank je wel. Yes. Nou, eens kijken of jouw verhaal stand houdt in de praktijk. Alle goede voornemens. Ja. Ja. Nou ja, het valt me in ieder geval op dat er zijn er gewoon heel veel vergelijkbare trends binnen zo'n groot bedrijf als BAM en grote opdrachtgevers in Nederland. En stem me ook heel tevreden. Ja. Ik ga het ook hebben over digitalisering en dan ook vooral over het uitwisselen van informatie en op basis van open standaarden. Dat is ook rijksbeleid. En hoe zien we dat bij Rijkswaterstaat? Digitalisering in de bouw. Men zegt ook wel, we zijn nu inmiddels in de digitale revolutie. Hè. Na de industriële revolutie zijn we inmiddels in de digitale revolutie gekomen. Ik was gisteren bij een bijeenkomst en spraken juist over het onderwijs en BIM in het onderwijs.
En toen kwam er een opmerking van kinderen leren tegenwoordig eerder swipen dan lopen. En dat is ook zo. Het gaat zo ontzettend hard. Digitalisering neemt een enorme vlucht. Ik was ook bij een bijeenkomst van bouwmachinefabrikanten in Europa. En als je ziet hoeveel interconnectiviteit die allemaal met hun machines maken, dat is ongelooflijk. Er komt alleen maar meer data. Er komt zo'n stroom op ons af. En we moeten dat gewoon slimmer gaan reguleren en een betere stroom gaan maken. We willen het ook eenmalig gaan inwinnen en meervoudig gaan gebruiken. We gaan dus ook naar open data beleid, is beleid van de overheid. Maar we zullen ook veel meer met linked data gaan werken. Ander probleem staat middenin, had misschien beter onderaan kunnen zijn. Wat je ziet is heel veel opdrachtgevers en waarschijnlijk ook heel veel opdrachtnemers. In het toenemen van digitalisering, eigenlijk onze systemen zijn allemaal opgebouwd als vroegere archieven. Allemaal specialistisch. We hadden vroeger veel meer werknemers bij Rijkswaterstaat. Je hebt een archief, je had kasten vol met bouwtekeningen. Je had ze met alles over de kunstwerken, alles over asfalt, alles over groenbeheer. En zo zijn onze systemen ook gebouwd. Dat levert op dit moment gewoon een probleem op. Die systemen zijn aan het einde van een onderhoud toe. En we willen gewoon beter onze data managen. Al die systemen bijvoorbeeld gaan allemaal over dezelfde objecten. Maar alleen aan locatie is in heel veel systemen allemaal anders neergelegd. En nou goed, dat willen we ook gaan verbeteren. Dat is naast BIM een van onze dingen waar we mee bezig zijn. Onze data dus, dat was altijd, is al jaren een onderwerp binnen de Rijkswaterstaat. Maar ook krijgen we dat terug van onze opdrachtnemers van Rijkswaterstaat. Uw data is niet altijd helemaal op orde. Dat klopt ook. Dat weten wij ook, zien wij ook. En onze vorige DG heeft al een keer gezegd van, nou wie weet is er die nieuwe ontwikkeling. BIM zou een middel kunnen zijn, wellicht, om ons te helpen om onze data op orde te gaan krijgen. Laten we het proberen in de aanlegfase. Een aanlegfase wordt het meeste geld in de projecten gelegd. Uiteindelijk duurt het onderhoud langer, maar de omvang van één opdracht in aanleg is gewoon groter. We gaan het daarin proberen. Maar we moeten die data namelijk hebben, want wij worden steeds kleiner, we moeten het met steeds minder mensen doen. We ontwerpen niet meer, bouwen deden we al niet meer, onderhouden deden we ook niet. Maar we moeten sturen op basis van data, op basis van informatie. Dus die moet echt op orde zijn. We zijn een regieorganisatie geworden en we willen daarmee met die data ons effectieve asset management gaan doen. Wat hebben we toen gedaan? Een jaar of 6 geleden zijn we begonnen om inderdaad BIM, zoals wij het noemen, wij noemen het Information Management, voorgeschreven in onze projecten. Het was inderdaad nog niet zo gebruikelijk in de infra om überhaupt hiermee aan de gang te gaan. En ik denk dat het best wel een schok was toen we met onze eerste projecten begonnen in Schiphol, Amsterdam, Almere, de A1A6, om op deze manier in onze projecten de aandacht veel meer op dat datamanagement te gaan leggen. En wat was de schok dan? Waar werd aan getornd of wat kwam in beweging? Nou, daar kom ik zo meteen op wat we gaan voorschrijven. Überhaupt, er was in onze design, build, finance, maintain contracten, onze 30-jarige contracten vanaf ontwerp tot en met het 25 jaar onderhoud, was eigenlijk niet zo'n hele grote informatieparagraaf aanwezig. En dat leverde dus aan het eind van het project ook altijd problemen op. Wat we zagen bij projecten was dat de laatste 5% van de betaling, die was gekoppeld aan de oplevering van de S-Build informatie. En er zijn tijden geweest dat bouwers hebben gezegd, laat maar zitten die 5%. Ik ben weg. Maar ja, daar zit je als opdrachtgever die wel uiteindelijk het werk moet onderhouden voor u allemaal. En dan heb je geen data. Of je kreeg, wat je ook vaak krijgt, is de S-designed data. Ja, dat is hartstikke leuk, maar over het algemeen, in de loop van het bouwproces, verandert er wat. En dan weet je dus nog niet wat er buiten ligt. Dat soort problemen hadden we. Wij zijn dus daar paal en perk aan gesteld om een apart contract document te gaan opstellen. En dat heet afgekort, want we doen alles met 3-letter afkortingen, ILS, informatieleveringsspecificatie. Wat staat er dan in? Daar staat in, wat willen we hebben, hoe willen we het hebben en wanneer willen we het hebben. Dus om het laatste te beginnen, we willen het niet meer op het laatst hebben, net voordat
of tenminste op het moment dat alleen nog maar de data, de documentalisten er zitten en alle projectleiders al vertrokken zijn, dat willen we niet meer. We willen vanaf dat moment dat er een schop de grond in gaat, elke 3 maanden de voortgang ook in de data zien. En waarom doen we dat? Dat geeft ons ook de mogelijkheid, maar ook aan de aannemer, om te oefenen met onze manier van dataoverdracht. En we kunnen zien of het goed gaat komen op het eind van het project, zodat we niet aan het eind van het project met gebakken peren zitten. We hebben, en daar zijn we eigenlijk meest trots op, inderdaad ook een objecttype bibliotheek gemaakt. Daar kom ik zo meteen op terug. En we hebben een Nederlandse standaard gemaakt, sinds een gebruik, dat is COINS. En die geeft de datastructuur aan. In feite, wij zeggen het altijd als een container krijg je daarin waar je je data over gaat dragen. Waarom doen wij dat? Wij zitten met overdracht van data, juist vanwege cybersecurity. Waarschijnlijk komt er wel een punt waarop het allemaal geregeld is en misschien een soort samenwerkingsplatform gaan krijgen. Maar voorlopig mogen we als overheid nog niet zo makkelijk in de cloud werken. En hou het voorlopig nog even op overdracht. En we doen het met het programma Visie. Visie is een soort Outlook Plus, leg ik altijd uit. Dat is niet alleen een berichtenverkeer, maar ook het proces is erin gemodelleerd. En ook de functies zijn erin gemodelleerd. En de contracttermijnen waarbinnen erop gereageerd moet worden. Klopt mijn beeld dat u eigenlijk zegt van nou, we hebben eigenlijk onze eigen data pas ontdekt. We hadden wel heel veel, maar we deden er misschien helemaal niet zoveel mee. Nou, dat is ook niet waar, maar er wordt altijd wel geklaagd van waar is het. Ah, ja. Ja. En iedereen is vrij onzeker of het wel klopt. Mm-hmm. En wij willen het heel graag wel verschrikken aan de aannemers. En dat willen we ook wel. Maar we willen er ook niet zo snel. We zijn er onzeker over, maar we willen er ook niet zoveel discussie over krijgen. En wat is die onzekerheid? Of het klopt, buiten. Mm-hmm. Maar ja, de data hebben we gekregen van andere opdrachtnemers. Ja. In het project daarvoor. Dus we zijn. Het ketendenken in informatie, dat is ook binnen onze organisatie ook iets wat waarmee mensen aan het opleiden zijn. Dat projectteams die in de aanleg liggen zitten, niet losstaan van degene die het onderhoud doen. Dat waren echt gescheiden werelden en ik denk dat bij BAM niet anders was. U begint de integraliteit steeds meer toe te nemen en... Ja, maar je moet ze echt opvoeden van, ja. Goh, zeg, ja, die data vinden wij niet, wij vinden het belangrijkste dat die weg of dat waterwerk wordt opgeleverd. Ja goed, maar het moet ook nog onderhouden worden daarna. En als jij daarna een volgend project wil doen en je vraagt bij de beheerder de gegevens op en die zijn niet juist, dan heb je er zelf ook last van. Ja. Wat zijn we gaan doen verder? Nou, je ziet ook inderdaad de Zeesluis en Muiden hier. Is een van de projecten inderdaad waar we het toegepast hebben. We hebben alle lopende BIM-projecten vanaf de SAA, Schiphol Amsterdam, Almere, zijn we BIM gaan uitvragen. En alle nieuwe zullen ook met BIM worden uitgevraagd. En heel nieuw, daar heb ik zelf aan de voorbereiding mee gewerkt, is dat we nu ook de eerste onderhoudscontracten net op tendernet hebben aangekondigd. Binnenkort gaan de contractstukken de deur uit. En dan zal ook het MKB aan de slag moeten. En dan kregen wij ook al de vraag van, goh, kan dat wel? Jullie drukken een MKB uit de markt. Wat we zien bij onze onderhoudsaannemers, dat ze ook allianties aangaan. Ook wat Jotijs ook zegt, ketenpartners opzoeken, dat helpt. Ze hebben op dit moment al allianties zijn ze aangegaan met ingenieursbureaus die datamanagement voor hen doen. Kunnen ze zelf het gras maaien, de prullenbakken legen en het asfalt vegen. Maar dan hoeven ze zich niet, en de storingen afhandelen, maar ze hoeven zich niet heel erg intensief met opzetten van modellen bezig te houden. Wat we niet uitvragen, zijn 3D-modellen. En daar werden we ook wel internationaal. Geen 3D-model, hoe kan dat nou? Wij zeggen, wij hebben nog ervoor gekozen om nog het op deze manier te doen. Ik weet zeker dat we dat uiteindelijk wel gaan doen. Maar wij proberen ook onze collega's uit te dagen van, waarvoor hebben wij het nodig? Want wat hebben wij in deze objectieve bibliotheek aan gegevens gaan wij uitvragen, is alle gegevens voor ons asset management. En waarvoor hebben wij die 3D-modellen in het onderhoud nodig?
Ik kan me voorstellen dat het naar de kunstwerken gaat en straks op een gegeven moment zullen er ook basisregistratie van de ondergrond en kabels en leiding komen. En moeten wij dat allemaal zelf bij Rijkswaterstaat hebben? Daar zitten we nog met die vraag, zijn we nog bezig? En er komt vast een antwoord op. Objectbibliotheek, daar zit dus een datamodel in. Het is ook een soort woordenboek, er zitten ook synoniemen in. Het geeft ook een kader aan. En de basisspecificaties die aan de objecten liggen, die zijn er ook allemaal in beschreven. En verder, ja, dit is een voor u wat cryptische ding. Dus hier is in feite de informatiebehoefte neergelegd die wij in ons areaalinformatiesysteem Rijkswaterstaat, daar staat R voor, nog een drielettige afkorting, daar moet het inkomen. Ik heb het hier eigenlijk al over gehad. Visie, dus de formele communicatie, het structureer, bewaakt en bewaard. Het was eigenlijk een standaard ontwikkeld voor contractmanagement, maar het doet het ook heel goed voor dataoverdracht, omdat het gewoon een drager is en een bericht. En daar koppel je een coins container aan, die de drager is van de areaaldata, en daar zitten de relaties met de OTL-structuur in. We hebben het niet alleen over techniek gedaan, want alleen techniek, dat wordt wel heel snel gedacht bij BIM. Het gaat over techniek, maar het gaat vooral over u, over mensen. We moeten met elkaar samen gaan werken en we geven dus ook BIM support. We begeleiden de BIM-projecten intern, dus aan de opdrachtgeverskant, onze projectteams. Maar we geven ook bij vraag van de aannemers ook begeleiding. En we doen de opleiding bij Rijkswaterstaat en we zijn een vraagbaak en doen voorlichting. We zijn begonnen dus met alle DBFM-contracten, maar we willen eigenlijk naar alle contractsoorten uit gaan breiden. En zoals ik heb gezegd, de eerste die eraan komen of zijn nu in aanbesteding zijn droge prestatiecontracten. Zo voor onze wegen in Zuid-Nederland. En we gaan het uitrollen om het ook te kijken in de planuitwerkingsfase. Daar zal ook het element van system engineering een grote rol bij gaan spelen. Zijn we nog aan het uitdenken hoe dat precies moet gaan lopen. Ook de andere prestatiecontracten, nog meer DNC-contracten, maar er waren stiekem namelijk een paar DNC-contracten meegelopen, omdat dat die in het sluizenprogramma zaten. We hebben het hele sluizenprogramma, zoals wij dat dan noemen, met BIM gedaan en er zaten een paar DNC bij. Maar ook onze inspectiecontracten die we doen, instandhoudingsinspecties, bruggen enzovoort. Wat vragen we nou in die onderhoudsfase? Dat komt zo meteen ook in de M-fase van de DBFM-contracten. We willen weten, maar dat ligt voor de hand, hè, als er iets gewijzigd wordt of iets vervangen wordt. We willen weten wat het dan is. Alle gebreken en storingen willen we naar ons toe halen. En toestandsinformatie, we vragen altijd toestandrapporten op. Maar nu willen we ook de onderliggende data onder de rapporten naar ons toe halen, zodat we ook zelf asset management beter kunnen gaan doen. Ook vragen we in deze categorie dat de opdrachtnemer zelf een configuratie management database gaat bouwen of laat uitbesteden, dus dat naar het ingenieursbureau. En die moet ook gebaseerd zijn op de structuur hebben van onze objectieve bibliotheek. En daar ligt de uitdaging voor. Dat was de schok voor alle aannemers, dat ze met onze objectieve bibliotheek en met coins moesten gaan werken. En dat heeft wel wat voet in de aarde gehad, maar het was wel ook hetgeen wat onze DG voorzien had. Dus we gaan niet heel lang zelf lopen uitdenken hoe het nou precies moet. Want voor je het weet is de techniek alweer zoveel verder. Je moet het gewoon maar een keer gaan toepassen en er zal absoluut dingen verkeerd gaan. En dat gebeurt ook wel. Latere contracten hebben ook betere versies van de objectieve bibliotheek dan de eerdere contracten. En dat loopt iets stroever, maar dat is wel ingecalculeerd. Naast dat ik de voorbereiding doe naar de andere contractsoorten, zit ik ook in het programmabureau van de Bouwinformatieraad. Als je dat trouwens vertelt in het buitenland, dan kijken ze helemaal aan. Zitten bij jullie, hebben jullie een raad waarin bouwers zitten, ingenieurs, architecten, installatiesector, toeleveranciers en opdrachtgevers bij elkaar.
Dat vinden ze echt onbegrijpelijk. Dat is heel erg Nederlands. Moeten we ook erg trots op zijn. Het werkt dus ook anders dan in de UK. Dat is overheidsgestuurd hoe de BIM-implementatie is uitgerold. Ik denk dat er echt veel meer kanten, veel meer wegen zijn die naar Rome gaan leiden. Bij de informatieraad zie je nu wel dat we nu wel op een punt zijn geraakt dat we richting EZ en andere ministeries gaan kijken, gaan lobbyen van zie hoe belangrijk dit is voor de bouwsector. Dit zijn kansen voor de bouwsector om ook internationaal als exportproduct dat te kunnen neerzetten. De innovatie in de bouw liep enorm achter als je het vergelijkt met allerlei andere sectoren. En daar moet nu eindelijk een keertje een eind aan komen. En er zit nu heel veel energie op. Je kunt misschien zeggen, er zijn al heel veel instituten geweest die hieraan getrokken hebben. Nou, ik hoop echt van harte dat het nu... Die inhaalslag die eerder genoemd werd, die wordt wel gemaakt wat u betreft. Daar gelooft u wel in. Absoluut. Wij zijn juist ook in Engeland, als je kijkt naar de infrasector in Engeland, trouwens in heel Europa, dan worden wij heel erg gevraagd van... Dat is wel heel interessant wat jullie doen. Eigenlijk willen wij dat ook. Ook de COBI-standaard, daar worstelt Highways England enorm mee. Die zeggen wij, zou het eigenlijk liever met coins willen doen. En, ik weet niet of iemand wel eens op de site van de Bouwinformatieraad heeft gekeken. Maar we hebben ook heel veel kennisproducten, we noemen dat folders opgemaakt, flyers. Waarin we uitleggen, ook voor het MKB... proberen bij de hand te nemen om dingen uit te leggen over BIM. Wat is BIM? Wat zou je moeten willen vastleggen? Wat voor standaarden zijn er? Wat doen ze? Ook over competenties en rollen zijn er. En ook waarvoor zou je BIM allemaal kunnen gebruiken? Verder zitten we in het opdrachtgeversforum. Als Rijkswaterstaat grote opdrachtnemer zien wij voor onszelf ook een rol... om ook andere opdrachtgevers mee te nemen in wat we doen. We proberen inderdaad heel open te zijn. Onze OTL hebben we ook ter beschikking gesteld aan provincie Gelderland, provincie Noord-Holland, Schiphol. Ze zijn allemaal, wij waren wel de voorloper. En ze hadden dus ook een kans om het soms iets anders te doen. Te zeggen van, goh, nou, dat past mij niet helemaal. Maar wij proberen daar onze producten zonder daar nou heel veel, om daar open over te zijn... om het verder te brengen in Nederland, om ook zo Nederland vooruit te helpen. En verder zit ik inderdaad in de EU BIM Taskgroup. Ik zat net op die foto van daarnet, ergens achteraan, dus je zag me niet. En daar zitten we met alle opdrachtgevers van Europa samen, of althans de landen die zich hebben aangesloten. Dat gaat over infra en BNU samen. Er zitten ook opdrachtgevers uit alle sectoren. Je ziet trouwens ook bij sommige landen dat die professoren sturen. Dat is ook heel bijzonder, maar het is voor opdrachtgevers. Want we zagen dat er koplopers zijn in Europa. Maar dat de manier waarop BIM in de landen wordt uitgedragen, dat allemaal verschillende wegen zijn. En er zijn ook landen die enorm aan het kijken zijn van hoe zouden wij dit nou eens moeten aanpakken. En ook om die te helpen en ook om iets vast te leggen wat gemeenschappelijk is. Dat komt in dat handboek. Wat zou BIM nou zijn? Wat zijn aanbevelingen om te doen? Waar moet je naar kijken en waar moeten we ons in Europa op gaan focussen? Het is niet zozeer dat we de vinger leggen op alle verschillen, want die zijn er volop. We proberen juist om naar de overeenkomsten te gaan kijken. Over 2 weken zit ik inderdaad in Brussel. En dan komt de eerste draft van het handboek. Ik weet niet precies wanneer het daarna gepubliceerd wordt. Maar dan zie je van de eerste draft. Aan het eind van het jaar moet die sowieso klaar zijn. Er komen ook voorbeelden van de landen in. Maar ik vrees alleen dat de links... Want we hebben een hele kleine subsidie gekregen van de commissie. Namelijk een ton, geloof ik. Daar moeten we 2 jaar programma van draaien. Dus er gaat ontzettend veel in-kind bijdrage in. En opdrachtgevers zien het wel zitten. En het is ook heel wel leuk om te doen. Ja, de markt aanzet. Er waren niet zoveel opdrachtgevers, dus dat kan ik makkelijk zeggen. Ja. Nog 1 keer benadrukken. BIM bij RWS is informatieuitwisseling. En informatieuitwisseling via open standaarden. Het bouwen van zo'n configuratie management base,
Dat vragen we aan de markt om te doen voor ons. Om dat te doen op basis van onze objectieve bibliotheek. Als je wil kijken naar wat voor tooling wij hebben, dus handleidingen, die staan op de site. Ik heb de link hierop gezet. Dan kan je gewoon eens kijken, dat is onze intranet-site. En dan kan je alles vinden wat wij doen met BIM bij Rijkswaterstaat. Wat we je ook vragen, wat ik vergeten ben te vertellen, is dat we als Bouwinformatieraad het BIM-loket hebben opgericht. BIM-loket als beheerder van de open BIM-standaarden in Nederland, ook dat is uniek. En we willen vragen, help vooral mee met BIM-loket om bij te dragen om die standaarden beter te krijgen. Standaarden zijn er om ons te helpen. Uiteindelijk zitten ze onder de motorkap. Van uw telefoon weet u ook niet op welke standaarden ze allemaal gebaseerd zijn. Maar het is wel handig dat ze er zijn, zodat we van alles met elkaar kunnen doen daarmee. En wij vinden ook... gebruik open standaarden bij de communicatie onderling. Ook met opdrachtnemers onderling. Je mag best zelf in een gesloten systeem werken als je voor jezelf bent. Maar we adviseren toch om open standaard te gebruiken bij het uitwisselen. Pas dan kan je echt met elkaar de BIM-samenwerking opzoeken. Dan kwamen bij de vragen. Ja. Zijn er nog vragen naar aanleiding van het verhaal van Esther van der Voort? Volgens mij was het glashelder, Martijn. Toch wel een vraag, hè? Als je, ik heb een zorg, hè? Als je kijkt naar de, u zei het of Jotijs, van dat je kinderen die kunnen leren eerder swipen dan lopen. Maar het lijkt erop dat ze, want ik wil even naar het onderwijs toe, het lijkt erop dat ze op een gegeven moment in een periode of in een fase in hun leven komen, op de lagere school begint al een klein beetje. Daar wordt al geleerd dat je niet meer buiten de lijntjes mag kleuren. Vervolgens komen ze op de middelbare school en universiteit. En ik vind persoonlijk dat er verdomd weinig onderwijs gegeven wordt in dit soort dingen. Dus eigenlijk wat je ziet, is dat kinderen in hun jonge jaren hartstikke creatief zijn en heel digitaal. Daarna slaat het een beetje over naar appen en vloggen, plat gezegd. Op de universiteit wordt toch best wel traditioneel lesgegeven. En uiteindelijk komen ze in het bedrijfsleven terecht en dan moeten ze in één keer... Tenminste, wij hebben dan de hoop dat jonge generaties een hele hoop brengen. En het tegendeel blijkt soms het geval te zijn. Ik ga even naar onze linkervleugel. Tenminste, ik zag u ook knikken en ik heb het vermoeden dat u daar wel een mening over heeft. Want u zit ook in het onderwijs wat BIM betreft. Maar ik zie wel dat onderwijs ermee worstelt. Ja. Omdat het is zaak dat verschillende disciplines bij elkaar gaan komen. Mm-hmm. En dat is lastig. Mm-hmm. En waar hoopt u op? Wat zou er kunnen gebeuren? Wat zou kunnen helpen om dat bij elkaar te krijgen? Ik denk vanuit het bedrijfsleven. Hè, daar moet het vandaan komen, denk ik. En wat zouden ze kunnen doen? Want het is ook de bal wordt teruggekaatst, zo hebt u het niet bedoeld. Maar wat is het appel op? Nou, het HBO-onderwijs met name, daar moet bijvoorbeeld. Daar zit geen installatietechniek meer. Nou, hoe moet je nou gaan bimmen als je met verschillende disciplines bij elkaar moet gaan zitten? Dat is al een probleem. Hoe krijg je die disciplines bij elkaar? En je ziet dat het onderwijs daarmee worstelt. Dat klopt, dat hebben we ook gezien. Ook als Bouw- en Informatieraad onderkend. En de bijeenkomst waar ik het over had, waar die opmerking van swipen en lopen vandaan kwam, dat is juist was een eerste bijeenkomst bij Bouw in Nederland, samen ook met de Beer, waar bedrijven zaten en onderwijsinstellingen, mbo, hbo, geen wo trouwens, volgens mij. En er komt volgend jaar een onderwijsconferentie. En we hebben ook de DG Onderwijs ook aan tafel gehad. En we hebben ook het bedrijfsleven heeft al een tijdje in de beer gezegd van goh, wat wij zien, de mensen die binnenkomen, hebben geen basislevel met BIM-kennis. En we moeten dus iedereen van scratch af aan opleiden. Dat is enorm inefficiënt en duur. Laten we eens kijken of we met de HBO's in ieder geval een basiscurriculum kunnen gaan formuleren. En dat is best lastig, maar we doen enorm ons best. We duwen heel erg hard. En we hebben niet gekozen voor de universiteit. Er zijn maar 3 technische universiteiten. We hebben toch besloten, we hebben heel weinig geld bijeengebracht als Bouwinformatieraad. Om onze focus nu even op het HBO te zetten, maar niet de ander tevreden. Wat hè? Dit was eigenlijk nog een beetje de inleiding van mijn oproep. Hè? Want we hebben best wel weinig geld, dus we focussen ons op HBO's. Als je dat dan weer vergelijkt met andere landen,
Nou, Azië is een mooi voorbeeld daarvan. Daar stoppen ze onnoemelijk veel geld in opleiding, juist rondom dit thema. Dus dat is eigenlijk mijn oproep om mee terug dan te nemen. Van in feite, als we echt een technologisch vooruitstaand land willen zijn, dan moet je juist daar veel geld in steken in het onderwijs. Wij als bedrijfsleven nemen echt onze verantwoordelijkheid. We moeten ook, anders besta je over 10 jaar niet meer. Maar wij zouden het heel erg belangrijk vinden dat er in het onderwijs veel meer geld hierin gestoken wordt. Okay. Helder, dat begrijp ik, dat willen we ook heel graag. Ja. Ja, u hebt een vakgebied en dan pakken we het op. Techniek of wat dan ook. En dan stel je voor dat je, toen wij vroeger een opleiding deden, dan hadden we elektrotechniek bijvoorbeeld gedaan en dan was je klaar. Nou krijg je het fenomeen, je moet eerst dat vak leren, want daar moet je toch enig verstand van hebben. En dan moet je nog eens een keer gaan bimmen en samen gaan werken. Dan moet je over de schuttingen kunnen gaan kijken, wat doen ze in de, weet ik veel, de infrasector. Ja. Nou, dat maakt bij elkaar dat het zo ontzettend veel is, dat je af moet vragen, hoe ga je dat nou invullen? Want je wilt ook uiteindelijk, dat kwam net ook aan de orde, ook echt vakmensen hebben. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat er eerst een vak goed geleerd wordt. Maar dat geldt ook op het mbo. Als je het heel grof bekijkt, dan heb je op HBO heb je mensen die plannen bedenken. Maar je ook mensen hebben die plannen verder uitwerken, geschikt maken voor de uitvoering. Dus aan de ene kant heb je engineers op de HBO, je hebt modelleurs, zeg grofweg op het MBO. Nou, die moeten allemaal over de schutting kunnen kijken, buiten hun eigen vakgebied om. En dat is natuurlijk heel complex, hoe ga je dat doen? Dus toch, er is nog werk te doen. Ja, ik ga u. Ik wil, want ik zit met mijn klok aan het kijken en we lopen uit. Dus helemaal niet erg, maar ik wil het niet verder uit laten lopen. Want we willen wat eten en misschien ook nog weer naar andere sessies toe. Dus volgens mij moet u elkaar nog eventjes spreken. En dat kunnen we zo onder het genot van een broodje en een drankje doen. Maar wij laten u nog niet gaan voordat wij ook nog een vraag aan u gesteld hebben. Even kijken, wat is de volgende in deze? Ja. Is het goed? Ja. Gaan we naar de laatste? Ja, laten we deze maar meenemen. Wat is wat u betreft datgene wat u meeneemt of mee wilt nemen uit deze sessie? Uit de verhalen en de opmerkingen van uzelf uit de zaal. Wat is daarvan bijgebleven? Wat neemt u mee? En u mag 2 woorden intikken en dan komen die zo in beeld als het goed is. U mag uw eigen statement maken. Kijk. Ketenontwikkeling, ketenintegratie. Meer een partnerschap werken, geen onderaannemers. BAM is goed bezig. Ah, dat is ook altijd fijn om te horen. BIM is niet te stoppen. Ik wou bijna zeggen BAM is niet te stoppen, maar dat is BIM. Digitalisering die gaat snel. Overdracht. Ketenontwikkeling. Die keten, dat komt terug. Wie had die ketenintegratie of ketenontwikkeling ingetikt? Ja? Ja, ik denk dat daar wel de kern zit van wat we hier meemaken. Want ik denk dat alle ketens partners elkaar heel hard nodig hebben. Ja. Zowel de bouwers, de opdrachtgevers, onderwijs. Ja. Als je dat niet in balans ontwikkelt, dan vroeg of laat betaal je de prijs. Ja. Je kunt het niet alleen. We moeten het met elkaar doen. Dat gold ook voor deze sessie. Wij konden het niet alleen. We hadden iets kunnen presenteren, maar we hadden u daar ook bij nodig om de interactie en de dynamiek daar ook bezig te houden. Dank voor jullie komst hier naartoe. Dank voor het meedenken. En ik wil Jothijs van Galen en Hester van der Voort hartelijk danken voor jullie bijdrage. En ook Renske die ons heeft ondersteund vanaf de zijkant. Dank jullie wel. APPLAUS